In 5 minuten over, de kortste talkshow ter wereld bij Omroep Tilburg. Filosoof en journalist Ralf Baudelier loodst ons door de coronacrisis en door de stad Tilburg. Om de dag nodigt hij weer iemand uit om mee te spreken. En vandaag is dat Aldo de Moor. Dag Aldo. Dag Pieter. Ja, hij doet het. Ja. Hey Aldo, je hebt je eigen onderzoeksadviesbureau. En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik begreep van Ralf dat jij een soort van profeet bent. Dat jij 20 jaar geleden al het had over online communities. En daar zelfs op gepromoveerd bent. Dus hoe kan het zijn dat je 20 jaar geleden dat al zag? Nou, een profeet was ik niet, maar ik was wel al bezig met eigenlijk de voorloper van de sociale media die we nu allemaal thuis gebruiken. Ik was verbonden aan de universiteit hier als student informatiekunde en ik ben in begin jaren 90 naar Canada gegaan. Ook omdat ik erg geïnteresseerd was in de milieubeweging. En daar hebben we gewerkt aan onder andere een manier om mensen die bezig zijn met het beschermen van de bossen in Canada, waar er toen nog een heel veel van waren. Ja. Om die, zeg maar, de milieubeschermers en de mensen die, om even kort gezegd, de houthakkers vertegenwoordigden, bij elkaar te brengen en op een constructieve manier te laten komen tot oplossingen om tot beter bosbeheer te komen. Okay. En Canada is natuurlijk een heel groot land, je kon niet zo makkelijk bij elkaar komen daar. En eigenlijk hebben we toen de voorlopers van de huidige sociale media gebruikt om die online discussies met elkaar te kunnen voeren. Oké. Okay. Hey. Het een kwam het andere. Ja, ja. Hey, in deze coronacrisistijd, nou, er wordt natuurlijk heel veel gewerkt met social media. We vergaderen, we maken tv-programma's met allerlei techniek. Als je nou eens kijkt naar de ontwikkeling van al die online communities. Hoe zou je in een notendopje even die ontwikkeling willen schetsen? Wat ging er nou goed, wat ging er minder goed? Nou, wat je eigenlijk sinds de jaren 90 natuurlijk hebt gezien, is dat de technologie enorm is voortgeschreden. Waar we toen mee bezig waren, leefde eigenlijk alleen nog maar in de onderzoekslaboratoria. Nu heeft iedereen thuis enorm krachtige computers, goede camera's, de sociale media van Twitter, Facebook, Instagram, noem ze allemaal maar op. Ja. Dat is allemaal nu doorgedrongen tot in de vezels van de maatschappij, om maar eens een populair woord te gebruiken. En daar kunnen we dus heel veel mee. Alleen wat is achtergebleven is eigenlijk hoe we dat nou op een goede manier gebruiken. Kijk maar naar Twitter, wat heel vaak toch wel een soort riool genoemd wordt, waar iedereen maar losgaat. Er wordt heel veel gediscussieerd, maar niet noodzakelijk heel veel goed samengewerkt. En daar ben ik met name in geïnteresseerd. Ja, hoe komt dat het is misschien des mensen hè, om te gaan schelden, zeker ook als je anoniem kan blijven. Maar wat zit daar nog meer achter, denk je? Nou, die anonimiteit is wel een heel belangrijk iets. Juist mensen denken heel vaak sociaal bezig te zijn, maar uiteindelijk zit iedereen achter zijn computer thuis. Ja. En begint die anderen niet meer echt te kennen. Zeker op een medium als Facebook en Twitter, waar je heel veel onbekenden tegenkomt. Je kent ze niet, je vertrouwt ze niet. Het zijn niet echt mensen uit jouw dagelijkse omgeving, aan wie je ook verantwoording moet afleggen als je elkaar weer tegenkomt. Dus eigenlijk moet je vooral proberen het vertrouwen terug te brengen in die online communities. En dat is een heel belangrijk onderwerp. En hoe zou je dat kunnen doen? Nou, een van de manieren om dat te doen is om manieren te vinden om samen aan iets te gaan bouwen. Ja. Samen mooie dingen te gaan maken waar je elkaar voor nodig hebt. En wat verder gaat dan alleen maar even wat heen en weer discussiëren op een sociaal media. Dus het inzetten van social media voor bijvoorbeeld een goed doel. Hè, dat zou je bijvoorbeeld in deze coronatijd, in deze coronacrisis, zou je goed kunnen gebruiken. Heb je daar voorbeelden van? Nou, ik denk als je nou naar Tilburg kijkt, een heel mooi voorbeeld, wat weer ook echt op zijn Tilburgs is, waar we hier heel goed in zijn, is het dankraam wat nu gemaakt wordt. In de jaren 50 is er een bokkenepidemie geweest hier in Tilburg. Toen was er een dankraam wat ook in het paleis terecht is gekomen. Nu maken we eigenlijk een virtueel dankraam. Iedereen kan nu zijn eigen bijdrage insturen om de zorgverleners te eren die nu zo allemaal zo keihard voor ons allemaal bezig zijn. Ja. Je kunt dus iets naar je site sturen en dat wordt gebruikt om een soort collage van te maken. En dat gaat dus heel veel verder dan alleen maar even wat discussiëren. Hier werk je met z'n allen samen aan een heel mooi gezamenlijk product. Ja.
En dat verbindt en dat zeg je, hè, dan ben je ook zichtbaar met elkaar bezig om iets te maken. En dat is dan weer, nou ja, in ieder geval een hele positieve invalshoek om social media te gebruiken. Precies, je moet er eigenlijk af van dat sociale media een ding op zich is. We moeten gaan kijken naar de context waarin we het met elkaar allemaal gaan gebruiken. Ah, ja. Hoe gaan we dat allemaal samen op een effectieve en ja, goede en respectvolle manier gebruiken. Die normen die beginnen te groeien. Ja, hey, ik ben ook altijd nog even op zoek als laatste dan. We zitten eigenlijk weer aan de tijd. Wat zou je nou willen behouden wat in deze tijd, in deze crisistijd is ontstaan? En dan even als het gaat over de online communities waar jij dan een expert in bent. Nou, wat ik heel graag zou willen behouden is dat mensen precies die positiviteit. Ik denk dat dat eigenlijk weer terug is. Er is weer veel meer respect voor elkaar gekomen. Er is, wordt gezien hoe hard mensen eigenlijk werken. Wordt ook gezien dat het eigenlijk heel fijn is om ook iets voor elkaar te gaan doen weer. En dat wordt op allerlei manieren weer teruggebracht. Dus dat positieve, in plaats van dat verzurende wat we de afgelopen jaren zo gezien hebben op de sociale media, dat zou ik heel graag willen behouden. En ik denk dat het een hele mooie basis is voor die volgende fase in het gebruik van sociale media. Oké, nou ik vind het mooi gezegd, Aldo. En daarmee wil ik je ook hartelijk danken voor de bijdrage in deze aflevering van In 5 Minuten Over. Dank je wel. Graag gedaan. En u natuurlijk bedankt voor het kijken. Gezond blijven. En morgen misschien weer kijken naar In 5 Minuten Over.